Ja, u ziet het goed. Een groene koe. Dat hebben we nog nooit gezien, hè? Maar ik wil hem voorstellen, dit is Koba. Koba is de eerste koe die haar privémelk mag leveren voor het zuivelmerk Bonnemel. Voor de appelkarnendrank. De naam Bonnemel heb ik ook niet verzonnen. Die is maar toegezonden van hoger hand. Bovendien schrijven ze mij hier ook nog dat je kan spul lang bewaren, ook buiten de koelkast. Hoor je dat, koe? Mm. Oh, er zijn nog meer smaken, zegt koe.